als je het hebt over het verschil tussen entertainment games en applied games of serious games. In een applied game of serious game moeten wij vaak gewoon wel zorgen dat het iets doet. Wat is toch, als je dan terugbrengt, dat wat het doet, dat wat het belooft, dat is het belangrijkste doel van het spel. Ja, letterlijk, als ik het moet concluderen, dan komt het erop neer dat er is wel degelijk soms een strijd tussen die twee doelen. Het leuk zijn van het spel en de inhoud van het spel. Leuk is niet iets wat wij proberen te ontwerpen. We proberen wel het gevoel dat ik ergens goed in ben. En dat ik ergens in vooruit ga. En dat ik ergens bij hoor. Door middel van het sturen van het gedrag en het uitlokken van het experimenteren met je eigen gedrag, probeer je mensen tot nieuwe inzichten te krijgen. Wij zien game designers eigenlijk als gedragsontwerpers. Als je dan gedrag gaat ontwerpen, dan kun je daar heel veel verschillende uitingen aan geven. Hè. Zoals in de zorg is er een jongen die niet aangeboren hersenletsel heeft, die moet revalideren. Die moet heel lang bepaalde repeterende oefeningen doen om weer beter te worden. Is heel gemotiveerd om zijn leven weer terug te veroveren, maar kan toch een motivatieprobleem ervaren om die oefening de hele tijd te moeten doen. Als je daar zegt als game designer, dat is dus het gedrag dat we willen ontwerpen, het doen van die oefeningen, maar we maken een repeterende karakter ervan, omhullen we eigenlijk in een game ervaring, waardoor hij het gevoel heeft dat hij er zelf succes aan kan geven en dat moeilijk is, maar als het hem gelukt is, dan vieren we de overwinning daarvan. Dan maken we eigenlijk het beste gebruik van die kracht van dat medium om iemand te helpen beter te worden. De projectnaam DJ Vero was voorgekomen uit twee gedachten. Het DJ-gedeelte was de behandelaar aan de knoppen. Dus geen black box creëren waarin een revalidant iets gamet, maar als behandelaar kun je er eigenlijk niet bij. Dat is bij heel veel games een obstakel voor professionals om ze in te zetten. Docenten, fysiotherapeuten, die willen graag hun vak kunnen uitoefenen. Dus die achterdeur wilden we openzetten. En het Vero kwam uit een Italiaans woord voor trots, dat is het overwinningsmoment in een game. Dus dat je echt iets moeilijks hebt gedaan en yes, ik heb het gehaald. Dus dat was de werktitel. En tijdens het ontwerpproces kwamen we eigenlijk erachter dat de metafoor van een DJ ook een leuke rol zou zijn voor de revalidant om te spelen. En het visuele aspect is nu een party, een virtuele party geworden, waar je zelf als een soort DJ voor staat. En je moet allemaal poses aannemen, zeg maar, op het scherm om eigenlijk de oefening goed te doen. Die moet je op tijd aftikken of afraken, zeg maar, waardoor dus, daarmee speel je party-elementen vrij voor je feestje. En voor je staat eigenlijk een hele massa zo te beuken op goede muziek. En die party wordt steeds enthousiaster naarmate jij beter, zeg maar, performt in het doen van je exercises. Wanneer een game, applied game succesvol kan worden, hangt heel erg dus af van de wijze waarop de samenwerking tussen de inhoud, mensen en de eindgebruikers en de ontwerpers gestalte kan krijgen. Daarnaast is van belang dat om een applied game tot een succes te maken, nog eens keer met elkaar heel goed te kijken wat voor obstakels en blokkades er nog in de marktmechanismen zitten om dat goed te doen. De zorg is daar exemplarisch voorbeeld van. Iedereen die in de zorg werkt wil graag een gevalideerde, goede, betrouwbare oplossing hebben. Als je een game gebruikt, moet je zeker weten dat die game in staat is iemand op te leiden tot het doel waarvoor die game ook ontworpen is. En niet tot iets anders of ongewenste bijeffecten heeft. Je moet kunnen vertrouwen op die game, ook in de opleiding van mensen. Patiënten kun je ook over nadenken als je games gaat inzetten om patiënten te faciliteren of patiënten beter in staat te stellen met de dokter te communiceren of beter voor zichzelf te zorgen, dan moet dat betrouwbaar zijn. Een dokter gaat geen pillen voorschrijven, ook geen apps voorschrijven, als het niet betrouwbaar is, valide is, aangetoond werkt en geen schadelijke bijeffecten heeft. Dat maakt dat het zo lang duurt voordat een medicijn uit een lab in de apotheek ligt. Dat gaat 10 jaar overheen, omdat we die zorgvuldigheid betrachten. Ja, dat willen ze van games ook. Ze willen dat ook gevalideerd en onderzoeken en weten dat het effect heeft. Maar dan moeten we het eerst hebben. We moeten het eerst bouwen. Wie financiert de bouw dan van die interventies? Ja, dat is op dit moment een groot probleem. Dat wil niet zeggen dat er een subsidiekraan open moet, want die lost alles op. Maar er moet een situatie ontstaan, een ecologie, waarin je goede business kan maken. Nou, die zie ik op dit moment nog niet compleet zijn. Wat ons helpt, is een gezonde industrie. En dan gaat het dus niet om incidentele stimuleringsmaatregelen, maar om een duurzame samenwerking met bijvoorbeeld de overheid.
of een klimaat waarin het makkelijker wordt om dit soort risico's te gaan nemen? Wij hebben ooit een SBR-subsidie gekregen, dat is Small Business Innovative Research, heet dat geloof ik. Dat is naar een Amerikaans model overgenomen. Dat hebben wij ooit gekregen voor Juf in a Box, een schrijfspel wat we hebben gemaakt. Die SBR die dwingt je om in fases te denken. Dus je krijgt een stukje geld om een haalbaarheidsonderzoek te doen op jouw idee. Als je dat onderzoek hebt gedaan, dat haalbaarheidsonderzoek, ga je weer een nieuwe pitch in. Moet je weer opnieuw gaan pitchen. En klinkt dat veelbelovend en ziet jouw haalbaarheidsonderzoek er goed uit, dan ga je de volgende fase in. En zeg maar die gefaseerde subsidiëring, die werkt erg goed. Want je wordt dus gedwongen om na te denken over innovatie en het creëren van een product, service. En niet zozeer alleen maar aan dat ene gamepje te blijven denken. Dus ik heb het voor ons heeft het heel veel uitgemaakt. Omdat we vanaf dat moment ook over de andere producten anders gingen denken. Ja, Juf in a Box is een spel om de fijne schrijfmotoriek aan te leren. Dus het is niet een spel waar je lettertjes leert schrijven, kennis, cognitief beter dan een kader zo uitzien. Nee, het is een spel waarin je motorisch leert om elke beweging die je nodig hebt om te kunnen schrijven te maken. Bij het trainen van motorische vaardigheden gaat het om time, om task. Je moet het gewoon domweg vaak doen. Dat is tevens het grootste probleem om dit kinderen aan te leren, want die moeten dus op een papiertje die hele stomme oefeningen doen. Maak er een spel van en je maakt dat al een stuk beter. Nou, dat is makkelijk gezegd, maar het is behoorlijk ingewikkeld, want je moet gaan meten wat een kind aan bewegingen doet. En je mag dat kind daar niet mee lastigvallen. Je hoeft hem alleen maar te zeggen, nou dat is wel goed. Of doe het zo, of ga een beetje die kant op. En bovendien moet je hem ook nog steeds adaptief op zijn juiste niveau zien te zetten. Nou, de hele zwaartepunt van eigenlijk Juf in a Box zit daarin. Daar zit het moeilijkste stuk in, zeg maar onder de motorkap. Boven de motorkap, dat wat je ziet, is gewoon een heel leuk, simpel spelletje. Kinderen hebben een dierentuin met monsters. En die monsters, die moeten zij helpen. Door allerlei dingetjes erop te tekenen, hun snorharen te verbeteren of hun haren te kammen. De plantjes water te geven als een gietertje. Nou ja, dat soort bewegingen hebben wij dus allemaal vertaald. Ik denk dat de grote omslag gaat zijn dat gameprincipes niet meer puur in die game terechtkomen, maar dat ze op veel meer domeinen ook gaan doorwerken. Dus dat je, waar je nu ziet dat er vaak een bijvoorbeeld een therapie waar iets nog niet helemaal lekker loopt, dan maken we een game om te kijken of we dat kunnen compenseren. Ik denk dat de volgende stap gaat zijn dat we met een game designer gaan kijken naar die therapie. Hoe je niet kan proberen om die therapie te repareren, maar hoe je kan kijken of je die therapie opnieuw kan ontwerpen vanuit die principes waarvan we weten dat ze deze doelgroep beter aanspreken. Dus we hebben daar gewoon ons werk vergamed. We hebben dadelijk gewoon de manier waarop we leren vergamed. En we hebben dadelijk de manier waarop we veranderen vergamed. En niemand zal misschien niet eens meer voelen als een game. Als je het hebt over het vergamen van, of het gamificeren van werk, school, dat soort dingen. Daar staan we echt nog in de kinderschoenen. En wat we al wel weten is dat puur het plakken van punten op dingen die je niet leuk vindt. Dat niet werkt. Dat was vanuit marketing oogpunt een heel interessante propositie. En het werkt gewoon niet. Wat we ook weten is dat we vanuit game design en game principes heel goed in staat zijn om menselijk gedrag en menselijke motivatie te manipuleren. Dus als we die game principes terug gaan laten komen in je werk, dan gaan we niet business as usual en daarop een game. Maar dan gaan we echt kijken, hoe kunnen we nou de manier waarop mensen hun werk doen, opnieuw ontwerpen. En wat je dan krijgt, is een situatie dat mensen die, als ze thuiskomen uit hun werk en hun partner vraagt hoe was het, dan zeggen ze, nou, het was eigenlijk zo leuk, het was net een spelletje. Zodra dat speelse binnen ons loskomt, dan staan we veel meer open om kennis te vergaren. En het is ook vooral het motiveren tot het doen van iets, in plaats van er alleen maar over na te denken. Dus bij goede gamification processen en projecten zul je zien dat mensen veel sneller kennis tot zich nemen. Met veel meer plezier dingen doen.
Het zal een impact hebben op ziekteverzuim bij bedrijven. Doorzettingsvermogen wordt gestimuleerd en meer van dat soort zaken. Toegepaste games, dat zijn vaak is de werkelijkheid vertaald naar een spel. Dus bij toegepaste games zie je heel vaak simulatiemodellen waarbij mensen iets kunnen aanleren. Dus het blijft een spel. Gamification hoeft geen spel te zijn. Daar doe je eigenlijk bijna tegenovergestelde. Dus je gebruikt game-elementen, al die zaken die games zo enorm leuk maken, en past die toe binnen de werkelijkheid. Facebook is eigenlijk ook één groot spel. We gaan allemaal voor die likes. En hoe meer likes je hebt, dus de leuker wordt het. En dan wil je kijken of je, goh, kan je nog eens een keer een berichtje sturen waarmee je zoveel beloning krijgt van anderen. Dat werkt heel erg goed. In de stand van zaken in Nederland met betrekking tot gamification is op het moment nog vrij mager. Er zijn ook wat discussies gaande of dat de juiste definitie is. Dus op dat niveau vinden ook nog discussies plaats. Dat vind ik eigenlijk wat iets minder interessant. Belangrijker is dat het toegepast wordt. En er zijn een paar gamification experts in Nederland die best wel interessante projecten doen. En er wordt heel veel binnen het onderwijs gedaan. Ja, het meest aansprekende voorbeeld voor mij is, niet omdat het zo sensationeel is, juist niet, maar dat is binnen het servicecenter van een bank. En een nieuwe bank die heet KNAP, dus bank omgedraaid, die alles een beetje anders wil doen. En die heeft daar gamification geïntroduceerd, een soort van hele dynamische kennisbank. Mensen weten precies hoe ze presteren. En aan die prestatie, als die goed is, wordt zelfs een salarisverhoging gekoppeld. Dus dat is best wel uniek. Dat vind ik interessant. En het is nog niet zo nieuw, maar de eerste resultaten zijn wel al binnen. Ze hebben een NPS van plus 18. En NPS staat voor Net Promoter Score. En dat is iets wat gangbaar is binnen servicecenters. En een plus 18 schijnt het hoogste van Nederland te zijn tussen alle banken. Het is niet voor niets dat eigenlijk een complete generatie games speelt. Dus games hoort eigenlijk nu bij onze cultuur. Hij heeft het altijd al gedaan, maar in andere verschijningsvormen, bordspellen, kaartspellen, noem maar op. Nu is het digitaal geworden. En dat op het moment dat we ontdekken wat we ermee kunnen doen en hoeveel goeds het kan brengen, zullen we het steeds meer gaan zien. En wat mij betreft, als het werk wat ik doe, gamification, als ik dat kan toepassen in processen, dan vind ik dat ik de wereld iedere keer weer een stukje leuker maak. En dat is een hele goede ambitie.